PSV kreeg zondag met 2-0 op de broek van Feyenoord. PSV-watcher Rick Elfrink blikt tijdens de maandagochtendtraining terug. Het was geen goede beurt die PSV gisteren maakte bij Feyenoord. Nee, verrassend. Een nederlaag in de Kuip, 2-0. Hè. Normaal gesproken kan dat gebeuren. Maar de manier waarop dat gisteren plaatsvond allemaal, die vond ik wel verrassend. PSV zat gewoon een hele goede serie. En gisteren was daar eigenlijk heel weinig van over. Ik denk dat PSV toch wel met enige zorg weer naar de toekomst nu kijkt. Want je ziet dat Matafs er eigenlijk niet echt uitkwam gisteren. Je zag ook een aantal andere jongens die toch wel grote problemen hadden, ook op het middenveld. Als je PSV heel fel bestrijdt, dan krijgen ze het toch moeilijk. Twee persoonlijke fouten zorgden voor de tegengoals. Maar ook aanvoerder Toivonen eiste een negatieve hoofdrol voor zich op. Toivonen speelde gewoon slecht. En dan moet hij, op het moment dat hij gewisseld wordt, wat denk ik volledig terecht was, daar moet hij op dat moment gewoon een grote jongen zijn en tonen dat hij de captain is. En ook begrip hebben voor die wissel. Kijk, hij weet donders goed dat hij slecht speelt. Dat gaf hij achteraf ook toe. Dan moet je niet op die manier reageren. Je weet gewoon dat heel Nederland meekijkt. Je weet dat je een voorbeeld bent voor anderen. Nou kwam gisteren ook nog het nieuws naar buiten dat Vitesse Reis heeft ingelijfd. Hoe is daarop gereageerd? Ja, voor veel supporters een dubbele klap. Want zij hadden toch wel een beetje hun hoop gevestigd op Jonathan Reis. Hè, die hier vorig jaar een fantastische indruk maakte. Ja, ik weet niet wat ik daarvan moet denken. Reis is een beetje een mythische figuur geworden. Die een jaar lang nu al over zijn herstel doet. En de vraag is nog steeds of die jongen ooit op topniveau terugkomt. Ik denk, als PSV hem echt had willen hebben, dan hadden ze hem heus wel ingelijfd. Dus er is denk ik toch wel de keuze gemaakt van we doen het niet, we nemen het risico niet om hem in te lijven. Want de vraag is nog steeds of hij wel op topniveau terugkomt. En ik denk dat je ook wel naar de financiën moet kijken. Kijk, die jongen kost meer dan 500.000 per jaar. En als het zo'n groot risico is, ja, dan is het echt de vraag of je dat moet willen.